Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga jullie weer meenemen door mijn boodschappen van aankomende week. Zoals jullie vorige week hebben gehoord, is het heel lastig nu om bij ons in de buurt een timeslot te krijgen voor de boodschappen. Dus ik heb voor deze week gewoon geen timeslot bij Jumbo kunnen reserveren. Maar ik ben dus eventjes langs de Aldi en langs de Albert Heijn geweest. Die zitten hier in de buurt. Ik dacht, doe ik het maar achter elkaar op de maandagmorgen. En dat ging goed. Ik was de enige bij de Aldi, echt de enige. Behalve het personeel. En bij de Albert Heijn was het ook niet zo heel erg druk. Dus ik heb lekker voor een hele week spullen kunnen inslaan. En dan hopelijk kan ik straks wel online een moment reserveren. Want de website lag eruit. Dus vandaag een boodschappenshoplog bij de Aldi en de Albert Heijn. Ik zal eerst de boodschappen laten zien van de Aldi en dan daarna die van de Albert Heijn. Bij de Aldi was het €95,48. En zoals altijd zet ik onder in de beschrijving neer wat we ongeveer per avond gaan eten. Omdat ik nu het niet echt per avondmaaltijd kan neerzetten. Omdat ik een aantal dingen bij de Albert Heijn heb gehad en een aantal dingen bij de Aldi daarvan. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal als je nog niet bent. En dan gaan we beginnen met de boodschappen van de Aldi. Het meeste heb ik bij de Aldi gehaald, omdat het vaak goedkoper is. Omdat ik een paar dingen heb die ik zo wil aanwijzen die absoluut niet goedkoper waren. Maar goed, we gaan beginnen gewoon bij het avondgedeelte. Ik ga een keer een macaroni schotel maken. Dus ik hakt weer nodig macaroni en geraspte kaas. En nog een paar dingen, want die zitten dus niet hierbij. Ik heb uitjes gehaald, want die waren bijna op. Ik heb een 1 portie lasagne gehaald voor Pascal. Want ik heb vrijdagavonddienst en dan kan hij lekker lasagne eten. Heeft toch iets warms. En ik eet waarschijnlijk dan of een salade of iets van leftovers of zo. Dat komt toch goed. We eten een keertje bieflapjes met spruitjes en ik denk zoete aardappelpuree. Ik geloof dat die combinatie was, dus ik heb er vast de spruitjes meegenomen. Die waren overigens bij de Albert Heijn in de aanbieding, dus ik had ze beter denk ik daar kunnen kopen. Hoewel we aan 1 zak genoeg hebben. Want ik had wel 2 zakken mee kunnen nemen. Maar ja, ik had niet in het reclamefolletje gekeken. Ik heb varkensveelapjes, gaan we ook een keer wat lekkers mee maken. Klappen peterselie had ik voor een receptje nodig. Kaneel, want ik vind dat super lekker bij mijn havermout en dat heb ik dus nu niet. Dus ik dacht, ik neem even kaneel mee. Proteïnekwarkjes weer. Als ik er dan toch ben, kan ik ze gelijk meenemen. En die zijn super gezond. En die vullen ook goed. En het is goed voor de lijn voor mij. Ik heb alvast een komkommer meegenomen. Ik wil eigenlijk gewoon losse, alvast voorgesneden ijsbergsla meenemen. En dat helden ze niet bij de mijn Aldi. Dus ik heb wel alvast een komkommer meegenomen. Voor de kinderen extra drinken. Meestal bestel ik het eigenlijk niet, dus nu heb ik maar gelijk wat extra meegenomen. Dus we hebben chocomel, fristi en ja, voor mij even melk. Ook handig met bakken en zo. Ik dacht dus, zullen we ook maar gelijk van die kleine pakjes meenemen. Want ja, dat is makkelijk voor de school. En de siroop. Deze was absoluut niet goedkoper als het Albert Heijn eigen merk. Dus mocht je echt op zoek zijn naar siroop, kan je dat net zo goed bij een Albert Heijn kopen. Want bij de Aldi was die €2,25. En die van de Albert Heijn die was €1,65 of zo. Dat scheelt echt best wel. Ik heb bloem gehaald en suiker zodat we weer lekker wat kunnen bakken. Ik sta roomboter voor zowel op het brood als bij het bakken. Een heel blok kaas, standaard iedere week. Ik heb boterhamworst, kipfilet en kip gehakt meegenomen. Ik had ook maar een chocopasta pot meegenomen. Ik weet dus niet meer hoeveel we er nog van hebben en of ik eentje op voorraad heb staan. Dus dat neem ik die mee. Ik had tomatenblokjes nodig ook voor een receptje. Dus die heb ik maar meegenomen. Smeerkaaspuntjes, lekker om voor die kinderen bij de fruithap vind ik het handig. Die aan de ene kant druiven en aan de andere kant een smeerkaaspuntje of 2. Dan is toch een lekkere combinatie. Wat proteïne. Helemaal goed. Ik heb ook om mee te nemen naar school en voor onderweg tussendoortjes rozijnenbolletjes meegenomen. Super kleintjes. Altijd handig. Ik heb extra brood voor die kinderen in de vriezer. Verder heb ik stroopwafels meegenomen, brosse koeken en sweetjes. Een beetje voor in de koekjestrommel. Altijd handig om ook wat op voorraad te hebben. En chocolademuntjes natuurlijk lekker. Extra klappen ontbijtkoek, die gaan echt heel hard. Die neemt iedereen of bij het ontbijt of de lunch of neemt een broodrommeltje mee. Tussendoortjes, die is lekker. Knoppertjes weer gehaald. Een grote zak strooigoed wil ik in een vaas hier zo neerzetten. Lijkt me hartstikke leuk. Beetje feestelijk. Een soort van nep sultana's zeg maar. Ook altijd handig. Ik hou graag van keuzes, hè? Jullie zien het. Knijpfruit ook handig voor als je dat bijvoorbeeld met de snackjes van die kinderen wil meegeven. Ik heb bijvoorbeeld vandaag, wil ik ze allebei de eentje geven in een broodrommel. Dus voor de lunch. Ze hebben aan één kantje hebben ze tomaatjes en aan de andere kant hebben ze zo'n knijpfruitje. Altijd handig.
Deze, was alles van de Robijn was in de aanbieding. En die geurstokjes lijkt me heel erg fijn. Die wil ik eigenlijk boven in de badkamer zetten. Fijn. Diepvrieszakjes, want dan kan ik mijn wafels weer invriezen. Keukenpapier is de laatste rol. En toiletpapier hadden we de laatste rol. Dus ik heb dat ook weer gelijk allemaal ingeslagen. En dat was het voor de Aldi. Dan ga ik deze opruimen en dan ga ik alles van de Albert Heijn inzetten. Ik heb alles van de Albert Heijn uitgestald. En toen dacht ik, ik moet even uitleg hierover geven. Want we hadden vorige week een aantal keer iets anders gegeten dan bedacht. Zo hebben we een dag langer kunnen eten van de Chinees. En hebben we nog een keertje soep met brood op. Het stond er al één op de planning en hebben we twee keer gedaan. Want het kwam beter uit en daar hadden de kinderen zin in. Dus ik had nog een keer pangasiusfilet met aardappelpakketjes en broccoli. En een broodje shawarma heb ik nog over. Dus dat eten we dan vandaag en morgen. En dan eet ik ook een keertje friet met snacks. Dus dan hoefde ik niet zo heel veel avondboodschappen te kopen. Dit is alles van de Albert Heijn. Het was €74,50. Ik had al een aantal flessen ook ingeleverd. Dus let's get started. Zoals je ziet is het echt wel een beetje wat kariger. Een dure ding ligt daar. Maar ik heb dus een broccoli gekocht. Omdat we ook een keertje nog eind van de week nog een keer eten. We eten bloemkool. Hier is dan mijn grote zak met ijsbergsla. We eten een keertje, ik geloof dat zoete aardappelstampot ergens bij zit. Dus dat soort aardappeltjes voor. Moesten ergens grove mosterd voor hebben. Een knulselderij. Ik link alle receptjes beneden hoor. Want ik gebruik best wel wat nieuwe receptjes deze week. We hadden een riplapje nodig. Ik geloof dat we uiteindelijk maar 300 gram nodig hadden. Dit is 500. Maar vlees is altijd, komt altijd op bij ons. Dus dat is een beetje alles voor het avondeten. Zoals altijd, de receptjes staan onderin. En ik heb een aantal receptjes waar ik hen laat kan linken. Dus dat is misschien wel leuk. Flesjes drinken voor naar ons werk. Pakjes voor die kinderen. Dus ook lang geleden die gehad hebben. En ik was eigenlijk alweer vergeten dat ik ook al chocolademelkpakjes had. Dat is het nadeel als je naar meerdere winkels moet. Dan vergeet je dat soort dingen. Crystal Clear dus. Nou ja, de aardbeien-siroop. Want daardoor kwam ik er zo achter dat deze veel goedkoper is als die van de Aldi. Taxi drinken. Maiswafeltjes. Onder de grond van nu ben ik er toch. Kan ik die weer eens meenemen. Coca-Cola, dank u wel. Zonder cafeïne en zonder suiker. Een zakje chips voor van de week. Deze is iets wat een grote hit is bij ons in het gezin. Blijkbaar vindt iedereen deze super lekker. Het is eigenlijk een soort van, het is echt hele goed geblende tomatensoep, zeg maar. Er zitten geen stukjes of zo in. Dat vindt vooral Brokje heel erg lekker. Dus ik denk, die heb ik hier maar op voorraad. Misschien dat we vrijdagmiddag zo even willen oppeuzelen. Bakspray, want we zijn natuurlijk best wel veel aan het bakken de laatste tijd. En ik vind het ook super handig als je bijvoorbeeld een eitje gaat bakken. Dus het wordt niet zo vet. Lekker veel fruit. We hebben rode druiven, witte druiven, aardbeidjes. Niks allemaal lekker. Voor op de wafels. Blauwe besjes. Tomatenmixje. We hebben peertjes en appeltjes. Dat was het voor alle boodschappen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat was, geef jullie een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je er nog niet bent. Kijk ook even onder in de beschrijving, want daar schrijf ik uit wat we per dag gaan eten. En deze week heb ik best wel wat receptjes van internet afgehaald. Dus die link ik dan ook daar naartoe. En dan wens ik jullie nog een heel fijn weekend. Tot de volgende keer. Doei!